good bitch from down to down. So why you make me bitch? Why you make me bitch? Why you need to be? Grown men acting like divas, bandies, I'm around needles, bandies, you wearing all diesel, trap busy smoking on diesel, trap busy still we all legal, traps busy, yeah we all legal, Wat de fuck aan mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we reageren op Gilly Liggy Story, geproduceerd bij Bixy als ik het goed zie. Ja, maar het is geproduceerd bij Bixy, we gaan kijken, deze tune is volgens mij een storytime tune. Ja man, ik ben best wel benieuwd. Ga sowieso checken wat hij te zeggen heeft. SNL Gilly sowieso. Ben je nieuw op mijn kanaal, sowieso rechts onder je beeld zijn mijn Snap en Insta. Ga sowieso abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ja man, geniet van deze video sowieso. Laat in de comments weten dat ik de volgende keer om te gaan reageren. Geniet van deze video. Love. Ciao. Hij zit netjes in. Wat is dit van je belt? Ja, oké, luister dan, ik heb deze robot voor je. Je gaat niet met dat boek klaar. En luister, maar geen afhandeling. Ik weet waar jij naartoe moet, ja. Is het Caliboy? Time. Je gaat niet met dat boek klaar. En luister, maar geen afhandeling. Ik weet waar jij naartoe moet, ja. Ja, volgens mij is het Caliboy. Part 1. Dit is de story, en deze is niet funny. Liggy heeft die beste matties en alle die maken money. Alleen Liggy zelf nog niet is gefocust op die rap. Orsi, ik loef het. Ik bedoel, voor hij inkomt, gewoon boos. Hij meent het gewoon. Die... Ik ga beseffen wat hij heeft te zeggen in deze story. Timer. Geef me een beetje yo, die money vibes op. Dit is de story. En deze is niet funny. Liggy heeft die beste maatjes en alle die maken money. Alleen Liggy zelf nog niet is gefocust op die rap. Hij zit zo op een dag, dan maak ik rap bands. Don't worry. Zo maakt hij trek. Die gelooft niet wat hij zegt. Hij zegt hem droom vet. De rap gaat jou niet groot brengen. Word je nu niet wakker. Ga je later in de goot zwemmen. We zijn aan het rennen. Als ik jou was, zou ik ook rennen. Eenmaal thuis denk Liggy na voor wat trek het heeft gezegd. Misschien heeft hij wel gelijk. Dan moet ik zorgen voor verandering. Zorgen dat ik alles in. Eerst want ik er anders in. Denk bij zichzelf. Nou hoe ga ik zorgen dat ik anders in. De klok, hij belt hem op. Je spreekt met Liggy in zo'n klok. De klok die houdt het kort. Hij zegt hem kom. Ik heb er een vanavond nog. Doe snel zijn brak kapot. Hij jakken aan en kapie zo gaat op. Of precies om 11 uur. Dan moet hij zijn. Daarom komt Liggy bij de spot aan. Wel doet het niet eens. Dus hij klopt aan. Hij denkt van is dit wel die spot. Deur gaat open. Liggy die kan eindelijk naar binnen. Ziet de klok en zijn maatje zegt hem ga maar even zitten. Oké, dit is wat je doet, dit is een woning overvacht. Maar zorg niet voor bloed, hij krijgt het warm in die stoel. Liggy weet niet wat hij voelt, hij krijgt... Gewoon is je eerste job een overval. That's crazy man. Die is wel woedend man, wauw. Hij zet zich gelijk ready op een grote job. Dan bakken en wat spullen, daarmee moet die mannen doen. Nu is hij op locatie, kan niet terug, maar hij twijfelt. Want hij heeft zijn man beloofd om op het rechte pad te blijven. Hij pakt die bagger, trek en ze richt die wijzer. En nu kan hij beginnen, want hij ziet het dus is veilig. Hij valt naar binnen en nu moet die vaart maken. Hij klimt de trap op en gaat naar de slaapkamer. Zonder geluid, ziet een opa en een oma. Konden die van hem ook zijn, maar dat maakt... Sang. Dat is de love fire. Hij kreeg een opdracht van de blok. En die voelt hij netjes uit. Dat is die osso in rennen. En weer met winst eruit. Die oma die voelt angst. En het liefst schudt ze het uit. Die je zegt er als je dood doet. Dan eindigt het hier in puin. Dat is nu gevuld. Dus hij moet weg hier in een fris. Want wordt hij nu gepakt. Dan was het alles toch voor niks. Hij heeft er bijna geflikt. Het einde is al in zicht. Maar nu naar osso gaan is heet. Dus hij wil slapen bij zijn zin. Hij belt erop. Hij vraagt er ben je thuis. Dan kom ik nu gelijk. Ze zegt ja ik ben niet. Ik zeg je eerlijk. Ik denk dat die meid een setup gaat zijn man. Meestal in zulke verhalen slapen bij een dame. Meestal gaat het dan fout. Misschien die dame uit paniek gaat ze of de politie bellen. Of ze gaat vertellen van aan een vriendin van ja mama die heeft net dit gedaan dat gedaan. Dan gaat het fout. Ik denk
het gaat nu fout. Alles ging gewoon goed totdat hij die wifi van hem heeft gebeld, denk ik. Juist, maar hoe komt het dat ze zo high? Hij zegt, dan maak je niet druk binnen met een minuut of vijf. Maar hij voelt wel de druk, want zijn adrenaline stijgt. Nu komt hij aan bij zijn chick, ze doet open, kijk bezorgd, vraagt dan wat er met hem is. Hij zegt, baby, het is niks, dit is iets wat ze niet wist. Maar ze weet, er is iets mis. Ze wil oogcontact, maar hij kijkt er niet aan in de gezicht. Hij kan niet kijken in de ogen, wat liep je weer uit te spoken. Alles is zo raar gelopen, hij zegt wat je ook doet. Want deze tas hier niet open, even douchen. We hebben een stress erop, hij voelt zich raar. Hij denkt na en hij kijkt in de spiegel. Nu heeft hij money, dus die clip die kan hij eindelijk schieten. Hetzelfde verhaal vertelt hij ook aan zijn vrienden, maar ze geloven hem niet. Hij zegt, waarom zou het liegen? Dus ik is zak op en gaat relax liggen in bed. Even later gaat ze telly en het is hem wat ik krijg. Liggy zegt hem al kort, want ik wil slapen. Krik zegt, broer, ik heb voor optie, dit zijn veel knapen. Dat is gewoon Goudje, wel in het begin. Ik dacht al, hij lijkt een beetje op Goudje. Die guy met die pet in het begin. Maar dat is gewoon Goudje eigenlijk. Kijk. Als die op je wordt geklapt, broer, dan is alles voor ons twee. Liggy, nee, nee, maar zegt oké, dan ga ik mee. Zet ik vraag, waar ga je heen? Maar je niet druk om zometeen. Greg, ze stuur me je locatie op, dan kom ik nu meteen. Het is 10 minuten later en Greg staat nog voor de deur. Voor hij weg gaat, geeft deze diep nog een kusje voor de deur. Dus dat hij binnen in de wacht, Liggy vraagt, wat is die penning? Je moet alleen money pakken, broertje, het is zo goed. Hij is op die spot, hij moet naar binnen voor die pot. Greg zegt, ik blijf hier om je te bellen als politie komt. Als politie komt. Die gaat naar binnen, ook al vindt hij het een best dom. Hij is niet binnen en hij kijkt, hij ziet een body. Hij denkt, dit is niet wat Greg tegen me zei. Shit, alles gaat in een flits, dit is niet eens wat hij wist. Dit is een set-up. Beers on the track. Big C made a bag of. Dit ging raar left, what the fuck? Dit ging raar left. Wat? Ik zeg je eerlijk, ik had nooit gedacht dat... Nee, man. Damn. Ik dacht nog van, nee toch, beter gaat hij gewoon mee met zijn mattie, want... Nee toch, die vriendin, ik vertrouw het niet. Maar, damn, hij wordt gewoon een set opgezet, man. Maar even de comments kijken. Hey mensen, ik zeg je eerlijk, ik vind het dom in elkaar gezet, deze clip. Kwaliteit ziet er dom uit. Hoe al die scènes in elkaar, achter elkaar, dom gezet. Sowieso, en naar Julie, en naar iedereen die geholpen heeft met deze productie. En naar Lawrence. Ik weet niet wat, ik kan die achternaam niet goed zien, want er staat iets voor. Maar, ja, maar ik vind het dom hoe het geproduceerd is, hoe het in elkaar gezet is. Beat, mix, master, alles, de stem is goed te horen. Keihard, Julie doet sowieso je ding. We gaan even de comments lezen, kijken wat de comments ervan zeggen, man. Hey, deze clip dom. Domme clip. Ga deze clip gewoon zelf ook gewoon checken. Staat in de beschrijving. Staat de beschrijving van deze link. Kan je hem checken. Ik zeg eerlijk, deze track is harder dan brood van Aldi. Zo, die comment was zo... werd zo vaak gebruikt eerst. Dom, vuur, vuur, vuur. Ik zie vuur, 100. Alleen maar vuur. Dom, ik loef het op te zien, man. Onderschat hem niet, want ik heb gehoord. Man. Volgens mij bedoelt hij dan tunes die nog niet uit zijn. Keihard. Wauw. Tanto Hard. Chiffure. Lijp. Deze man moet met Jordi Money FT maken. Zal wel dom klinken. Movie. Hey mensen, ga het sowieso checken. Ga je clip gewoon zelf checken. Dan weet waar ik de volgende keer moet gaan reageren sowieso. Rechts onder de beeld aan mijn step. En mijn eerste abonneer sowieso op mijn kanaal als je nieuw bent. Ik zie je snel bij de volgende video. Love. Pauw. Jij bent een liar. Yeah, liar. Pull up, skirt, big brr. Pull up, skirt, big brr. Jij bent een liar. Yeah, liar. Pull up, skirt, big brr. Pull up, skirt, big brr.